vuurwerk, pot is omgevallen. Een stenen jongetje van 12 jaar aankomen tegen zijn bike. Goedemorgen! Bon dia! In Breda. En we gaan vandaag een 24 uur dienst opnemen op de drukste dag voor de brandweer, de oudjaarsdag en nacht. Klopt ja, de statieken wijzen uit dat het al de drukste dag is. Dat moet maar blijken natuurlijk nog vandaag. Maar we zijn in ieder geval begonnen. Rick heeft zijn pak al klaar liggen. En voor de rest gaan we daar de auto's controleren en dan gaan we aan de gang. Ja, we hebben veel camera's bij vandaag, want we rijden apart vandaag. Rie staat in de tweede tas, ik in de eerste tas. Dus we nemen jullie overal mee naartoe vandaag. En ja, ik ben blij dat we nu de intro erop hebben staan, want je kan zien dat het reset het even geleden is. Want ja, we hebben het al een keer eerder ingesproken, maar hij stond niet op filmen. Oh, en nog iets. Reset is jarig vandaag. Dus, ja, inmiddels als jullie de video zien niet meer. Maar toch, hè, hij is jarig geweest op de 31ste. Wie wil nou niet jarig zijn op oudjaarsdag? Feliciteer hem even in de comment. Oh, dankjewel, bijvoorbeeld al. Dankjewel. Het is een nieuw type voertuig en Rick is eigenlijk het type hiervoor gewend. Dus we gaan even alles checken waar het allemaal ligt. Dan kunnen we het snel pakken als het nodig is. Ik zit vandaag in de tweede tas, maar mijn oudjaar is de tweede tas eigenlijk hetzelfde als de eerste tas. Maar daar ga ik niet zoveel uit. Dikkels zelfs nog. Is de eerste tas bezig met een simpele containerbrand of dat soort dingen. Dan moeten wij naar een wat serieuzere woning, want daar hebben we al een paar keer mee gehad. Ja, Richard is altijd zeer fier als je op de tweede tas zit, dat hij dan gewoon lekker door kan slapen. En als ik dan aan het ploeteren ben in de nachtdienst, dan dat we hem toch niet uit zijn bed krijgen. Dat gaat vandaag wel anders zijn. Dus daar kan ik op voorhand kan ik daar al van genieten. Klopt. Richard is jarig. Dus, Klopt, ja, hij is hier rechts, maar ik weet ook niet precies waar. Maar in ieder geval waar geen schilderij hangt. Dat is duidelijk. Ja, zeker. Beeldbuis. Ja. Ja, het zijn een kazerne van 1999, dus dat moet je wel even beseffen. Ja, voor een keer stiek ik hier, dus ga ik alweer doen, dat is gewoon fijn. Je bent verder niet van vaste rituelen en zo, hè? Nee. Toef je autisme meteen in die jongen. Of heel veel structuur. En nu, timelapse, bed opmaken. Oh, cool. Tada, eindshot. Bip. Ja, de twee mensen die verantwoordelijk zijn voor de boodschappen vandaag. Ja, dat doen we altijd met de feestdagen. Doen we altijd even twee mensen een soort van commissietje maken. Die bepalen allemaal de hele dag eten en doen. Normaal is dat gewoon SB-bemanning. Maar nu is dat dus twee personen. En die hebben even boodschappen gedaan. Dus heel het kruisje het keivol. Ze dus belooft een gezellig dinertje te horen en een lunch. Dus wel leuk. Ik ga nu... sporten met een stuk of 6 man volgens mij, doen we een inch op 1,5 meter. En het is nu 11 uur en zo'n beetje, dus we gaan om 12:30 eten. Dus we hebben tijd zat aan het sporten, douchen. En die andere helft is dan een ander moment van de dag. Sporten. Ja, dit hebben we geluk bij, hè? Want wij zijn een van de kazernes in onze regio. Ik weet niet of het heel goed kan horen met de muziek. Die en een sportzaal hebben. En buiten een heel plek hebben om te sporten, een heel kunstgrasveld. Dat is wel echt gaaf. Hier. Ja, maar als ik kan ik zeggen, want kijk, dat ben ik. Ik wil de mic neerzetten. Maar Erik gaat ons even filmen met de fiets. Mevrouw was oliebollen aan het bakken.
weet niet wat de oorzaak is. Rook in het pand. Zou naar buiten gaan. Ja. Dus? Twee man omhangen. Eentje dadelijk even een blussertje pakken. We ook gewoon even een blussertje mee naar binnen kunnen nemen. Die heeft er iets van laten slapen. Dat is goed. Het is wel even goed ventileren. Dat alles open voor je. Hoe erg? Nou, dat was wel een klassieker. Een woningbrand gemeld, rook in de woning, bleek oliebol gebakken te worden. En nou ja, ergens is er iets misgegaan, in ieder geval heel de woning vol met rook. Maar ja, brand mee. Zo, we zijn er weer. Rick zit terug. Echt een klassiekertje, hè, deze? Ja, dit was wel een oudjaarsdag klassieker. Dus dat is geventileerd en opgelost. Dat was het. Mooi. Nou, dat is de eerste al dus van vandaag. First call of the day. Mooi zo. De voorbereiding voor het eten zijn in volle gang. Want het is nu ongeveer 12 uur. Henk is verantwoordelijk voor het eten. En Daniel is achterin bezig met de appeltaart aan het fixen. Samen met Ramon die is appel aan het schillen. Netjes, hoor. Nou, afstand ook. Ik ga hem afstand hebben. Henk, lukt het? Appeltaart. Oh, dat is goed hier. Richard, wat wordt er gemaakt? Appeltaart, natuurlijk. En dat wordt, ja, en dat wordt echt zo'n ouderwetse oma taart. En die bakje. Voor de kijkers thuis, wat is het? Oh ja, het is kijk eens. Hey, ik heb nog een. Kijk hier dan. Pep! Hop, alcoholvrij, hè? Ja, dat denk ik wel. Daar ga ik wel vanuit. Hier, 750 % alcohol. Pep, super. Zo, de lunch. We zijn er klaar voor. Alles staat. En speciaal verjaarsstoel voor mij. Nou, dat is toch fijn. Tada! Nou, geniet ervan dat u mag smaken en succes vanavond en veilig thuiskomen allemaal. Dankjewel. Hey, kijk eens even. Moet je ruiken! Het leek me wel een leuk shot om gewoon een beetje nonchalant tegen de boot aan te nemen. Maar nu we toch bij deze boot staan, Richard, ik kan me nog een vlog herinneren dat jij hier nou doe ik dat weer. Zeer sexy van afgegleden bent. Dus als jullie weten welke video dat was, laat het even weten in de comments. Dat was een mooi moment. Dat, een vraag die we best wel vaak willen krijgen in onze DM's is: is het nou anders om te werken met de feestdagen? Richard, wat is nou anders met deze dagen? Ja, de sfeer is natuurlijk nog beter dan normaal. Dus echt, je voelt gewoon dat de feeststemming is, de gezelligheid is. Ja. We hebben geen werkzaamheden overdag, hè? Dat scheelt ook al een hele hoop. Ja, iedereen kan doen en laten wat hij wil. We kunnen spelletjes doen samen, film kijken samen, lekker eten samen, eten maken. Ja, dat is leuk. Ja, dat is top. En het is ook wel leuk dat er, dat er toch net bijvoorbeeld onze clustercommandant, of districtscommandant moet ik zeggen, die even langskomt om ons hart aan de riem te steken, omdat we werken met deze dag. Maar ook de burgemeester die dan oliekorollen komt brengen. Dus dat zijn altijd wel leuke momentjes. En natuurlijk gaat het werk gewoon door en zijn we gewoon beschikbaar en doen we ons ding op straat. Zo is het ook. Hoppatee. Ik heb zo'n mooi stukje gereedschap. Ronnie, waar zijn we aanbeland? Aanbeland? Ja? Bij een containerbrand. Daar heeft het ook nog geschoen. Nou ja, zoals je dat beelden kon zien, containerbrandje waarschijnlijk door vuurwerk. Gooi je vol met water en dan is het klaar. Komen we hier in één keer Lars tegen? Jazeker. En Lars kennen jullie nog wel, denk ik, uit de vlog die we met de politie hebben gemaakt.
Dat zijn niet die auto. Hey! Zuik. Ja. Mocht je weten welke vlog het is, laat het even weten in de comments. En Lars is natuurlijk ook te volgen op Wijkagent Expert. Ja. Noordwest. Klopt. Dat is niet. En Lars is bij jullie vandaag. Ja, we zijn eigenlijk net begonnen. Het is nog vroeg op de avond. Het is net iets over 10. En we komen nu al bij de eerste auto. Dus de meldingen die beginnen al te komen meteen. Verder is het nog relatief rustig, dus we gaan zien wat het gaat doen vandaag. Zo is dat. Wellicht komen we elkaar nog wel tegen vandaag. Maar ik denk dat we elkaar nog wel tegenkomen. Al is het maar om bij jullie paar oliebollen te komen eten. Die hebben we genoeg. Daar komen we. Wat een grote het van huis en aanbouw, zou volledig in de brand staan. Okay. 31, 32. Ja, ik kom uit. Ja, huis, volledig van hout. Er zouden nog twee mensen binnen zijn. Ja, dat is dat volgens mij. Het is helemaal in brand. Je moet alleen vuur zoeken. Ik zie hier opening in het hek. Waar jullie uitstappen? Ja, stap hier maar naar binnen. Het zit wel binnenin. Het zit wel binnenin, denk ik. Zie je dat? Even binnenkijken. Ja, we gaan even binnenkijken. Neem een straaltje mee. Dan zullen we even kijken en dan roepen wat. Dan nemen we een touwtje mee. Henk, we nemen een lijntje mee. Dan gaan we even binnenkijken en jullie aan de lijn die straal koppelen. Hoeven niet met die straal erin te wandelen. Ik ga best wel pakken. Blijf er wel. Nou ja, met de uit, hè. Dan moet je wel even water overheen gooien. Ja, we zoeken even een uitgang. Ik kan blussen, hè? Ja. De vuurzweep is helemaal goed gekomen. Hey, daarachter staat ook nog een bus, hè? Vrachtwagen. Ronnie! Heb jij de tweede ook? Oké. Yo. Ja. Zijn een vuurwerk pots omgevallen. Een stenen jongetje van 12 jaar aangekomen tegen zijn bike. Wij gaan gewoon ter plaatse en nemen even onze tas mee. Kijken of we gewoon eerste hulp kunnen verlenen. Yes? Toen wij terug op de kazerne waren, hadden we eigenlijk net
pak aan het haakje gehangen. En toen ging Pieper weer, pre-wane melding, voor een explosie waarbij een kind gewond was geraakt. Dat was een hele serieuze melding. We waren daar heel snel te plaatsen met twee ambulances en de politie natuurlijk. En nou ja, de ambulance was eerder dan ons, dus die konden snel hulp verlenen. En wij hebben daar niet heel veel hoeven doen. Hopen dat het allemaal goed gaat natuurlijk. En het kindje is overgebracht naar het ziekenhuis. We zijn even terug op de kazerne. We hadden een woningbrand in Teteringen. We werden als eerste tankerspuiten toegestuurd omdat Teteringen in Oosterhout bezig was met een autobrand. Maar de meldkamer was middelbrand gemaakt, dus die hebben gelijk Teteringen daar weer. Die waren klaar afgewerkt bij die autobrand, zijn doorgereden naar ons. Het viel achteraf allemaal mee. Het was een houten pandje in aanbouw. En ja, daar hadden ze brandstichting of vuurwerk naar binnen gegooid. Maar in ieder geval, wij het brandje weer uitgemaakt. Tedering is teruggegaan naar de volgende melding in Oosterhout weer. En wij zijn terug op de post. Ik ga even kijken waar Rick is, want ik denk dat hij in de woonkamer is. Want ik zag in ieder geval dat de eerste tas weer binnen stond. Uiteraard zijn ook alle onbemande posten paraat. En dat doen ze op de meeste posten door gewoon een uitrukploeg te formeren. Dus collega's die dan beschikbaar zijn voor de uitruk, die komen wel gewoon vanuit huis. Andere jaren kozen korpsen er ook voor om met z'n allen op de kazerne dan gezellig te zitten. Maar nu door corona is dat natuurlijk lastig. Maar in principe iedere post in onze regio gewoon paraat. Dus dat betekent ook dat de vrijwilligers gewoon op hun, ook hun jaarwisseling nuchter thuis beschikbaar voor de brandweer zijn. Ja, ja, en het is ook zo, net vooral hier in de buurt, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout. Als wij iets groters hebben, dan kunnen ze ons assisteren natuurlijk. Ja. En daar moeten we ook kunnen toe komen, of noemen we het? Rekenen, vertrouwen. Vertrouwen. Ja, dat ze er zijn in ieder geval. Ja. Dus daarom hebben ze dus een ploegje. Richard is echt toe aan een oliebolletje, dus die ga ik er even in houden. Zeg je? Ja, precies. Is gewoon verwarming rook, of niet? Sorry? Het is gewoon van de verwarming. Ja, van de verwarming. Nou, dat was heel kort, heel spannend. Brand in de school zijn. En nou, er was een gat in de ruit gegooid. En uiteindelijk kwam er dus rook uit het dak. Maar dat bleek gewoon een verwarmingsrook te zijn. Daarnaast nog een klein buitenbrandje hier op de rotonde. En die hebben we uitgestampt. Dat was het. Dus dat was eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. En het is inmiddels 10:50 hier. Dus het zou zomaar eens de laatste uitdruk van 2020 geweest kunnen zijn. En nou, we proberen hopelijk hier op de kazerne met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. En dan gaan we zien wat de nacht ons verder nog gaat brengen. Ook een vraag die veel in de DM's voorbij zag komen. Zijn de meldingen met oud en nieuw, zijn die nou anders dan ja, de rest van het jaar? Nee, we hebben normale meldingen wel bij zitten. Maar er zijn ook heel veel andere meldingen dan normaal natuurlijk. Containerbrandjes, maar ook net die je net hebt gehad. Met die oliebollen. Ja. Door de week, normaal in een normaal jaar, ga je geen oliebollen bakken. Door de week is dan een brand die niet zo gauw af. Nee, dat klopt. Dus veel containerbrandjes. En ja, normaal gesproken, als het als er gewoon vuurwerk afgestoken mag worden, ja, dan is dat vaak wel de meeste, er zijn dat wel de meeste meldingen. Hè? En nu, vooralsnog, is dat heel rustig. Maar wie weet, we hopen natuurlijk niet, hè, want er mag natuurlijk niks afgestoken worden. Maar wellicht dat we daar ook nog bij uit gaan komen. Vanavond of vannacht. Hey Richard, er zit een beetje onverwacht een scoop in deze vlog. Wat dan? Nou, iets wat mensen hier zien. Ja, ik zie het niet. Ja, jij ziet dat niet. Kijk eens even iets verder. Iets buiten de bus. Buiten de bus. Okay. Wat voor logo zie je naast de bus? Sonar. Ja. Ja, daar kunnen we nog niks over zeggen, maar misschien dat daar nog wel een keer een vlog over komt. Oh! Dus alvast een klein tipje van de sluier. Ja, maar die hebben ze al een paar keer gezien op mijn Instagram. Ja, de echte volgers. De echte trouwe volgers. Ja, hij is er nou niet, zie je? Hij staat er niet in. Ik weet niet waar die is. Uitgerukt, denk rechts het tweede huis. Je hebt ook erbij, Erik.
Goedenavond. Hallo. 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 Oh, nou. Hallo, buurman. Een spuitje gaat erachter voor. Hallo, buurman. Hallo, buurman. Nou, het viel mee, het was een aanhanger. Nou ja, eigenlijk de inhoud van de aanhanger. Maar hij stond helemaal niet in huis aan. Dus het valt mee, we hebben net afgeblust en we gaan weer terug voor de volgende melding. Uitgerukt voor een brandgerucht. Er bleek flink rook hangen in een appartementencomplex. Waar val je voor aan? Ja, maar die zijn allemaal, daar staat geen rook. En ik denk niet dat we verder hoeven te zoeken elke keer. Weet je niet waar je moet zijn? Ja, dat is brand ergens. Maar ik denk dat we alleen maar deze hoeven te hebben. Niet al die appartementen die kan. Het is een afgesloten sleutel. Ja, daarom. Heb je geen sleutel van? Ja, van Marco vragen. Je moet de sleutel hebben van de stookhok. Dat bleek achteraf dus van de cv te zijn. Maar ja, iedereen die dat helemaal gevonden heb, bleek achteraf dus een rookbom te zijn die in de liftschacht was gegooid. Dus ja, dan krijg je overal rook natuurlijk. Die zijn allemaal van boven open, die bergen. Waar gaan we weer? Er zijn wel putdeksels, hoor. Ja, dat je niet op kunnen dat wel uitmaken, want ik kan nog niet door de straat. Als ze het uitmaken, kan hij steeds niet meer straat. Nee, je maakt, het niet alleen, je maakt het alleen maar regen, dat hij weer de ruis gaat maken. Het is alleen fijn als hier raak iemand iets niet ziet. Het is helemaal een betonnen schut, een put of zo. Ja, helemaal een put, rioolpijp of zo. Ja. Is kapot gedouwen. Zo, het is inmiddels 3:15 en wij zijn met de tweede tas net binnengereden. En Rick was net al een aantal minuten binnen, 10 minuutjes binnen of zo. Die zijn inmiddels weer vertrokken. Die hebben weer een nieuwe melding, volgens mij een buitenbrandje. Wij hebben een aantal meldingen gedraaid van brandgerucht. En een aantal, de brandgerucht was trouwens een rookbommetje die ze in de lift hadden afgestoken. En dat trok helemaal natuurlijk boven door alle appartementen heen. Dus dat hebben we uiteindelijk gevonden. Was natuurlijk wel lastig om te achterhalen wat vandaan kwam. En een aantal buitenbrandjes afgereden, een aantal autobranden afgereden. En die hebben we allemaal uitgemaakt. Het laatste buitenbrandje hebben we niet uitgemaakt. Er was een klein beetje agressie, oneenigheid, ongezelligheid op straat. Dus hebben we laten gaan, want anders wordt het alleen maar erger. En nu is het daarbij gebleven, hoop ik. En dan zien we het wel. Ik ga naar bed toe. Ik ga douchen eerst. En dan ga ik naar bed toe, tenminste, als ik dat ga redden. Want eerst was het natuurlijk nou weg, dus kan van alles gebeuren. Even kijken, ik denk dat het al raak is. Nee, dat is Hank. En Hank heeft het ook heel druk. Al zeker 7 of
6 meldingen, dacht ik, als ik het zo een beetje bij heb gehouden. Maar goed, ik ga douchen en dan ga ik naar bed toe. Dubbel brilletje. Zo, het is inmiddels 4:10 en ik hoop dat we nu eindelijk eventjes kunnen gaan liggen, want ja, ik heb nog niet gelegen in ieder geval, niet vanavond of vannacht. Dus we gaan het proberen en ik hoop dat ik jullie morgenochtend zie, want dat betekent dat we niet meer weg hoeven. Nou, we lagen lekker op bed. Ik had gehoopt dat het de laatste was, maar nog niet. Wederom een vreugdevuurtje. Dus die maken we even uit en dan gaan we weer terug. Die is uit. We gaan een nieuwe poging om te slapen. Zo, goedemorgen. Het is 7:00 geweest en nou, toch 3 uurtjes kunnen slapen. En nou ja, we zijn klaar om de dienst over te dragen zo meteen. Om 8:00 komt een nieuwe ploeg, die gaan we zo meteen de dienst overdragen. En de laatste uurtjes zijn in ieder geval stil geweest in Breda. Dus ik ben al lekker gedoucht en ik ga even kijken of Richard ook al wakker is. Goedemorgen. Het is bijna 8:00 denk ik, hè? Ja, zeker. Het was een kort nachtje. Ja, voor jou iets korter dan die van mij, want ik denk dat ik wel 4 uurtjes heb geslapen, denk ik. Ik krappe 3. Krappe 3, ja. Ik hoorde jullie nog een paar keer, de alarm ging een paar keer af. Maar inmiddels is het heel rustig in Breda en alles is tot rust gekomen. Wij hebben onze spullen inmiddels gepakt. Ik ga daar mijn overal nog even ophangen en dan is het klaar, denk ik. Ja, ja, zeker. Ik zie dat je ogen net open hebt. Dus, Goeiedag, zeg. Dus ik denk dat er nog wel even een paar uurtjes bij pakken wordt. Ja, ja, we gaan kijken of we hier een hele mooie video. Maar dat hebben jullie nu al gezien, of we hier een mooie video van ja, maken. Ja, dat is eigenlijk een video van 1,5 uur geweest. Oh, wat zo. Maar vergeet even niet te liken, want voor deze moeite. Ja, dat is wel echt een moeite om te liken. Allemaal. Oh man. En even te abonneren als compensatie voor onze, voor onze slaapuren. Daar zijn we heel blij mee. En dan zien we jullie in de volgende video. Ja, sowieso. Later.